Mensen van Team Whisky, even een update video voordat ik begin. De zon gaat onder in Minecraft. Vierkant wolken, vierkant wereld. Vierkant! Oké, dat weten we natuurlijk allemaal. Maar waar jullie niet weten, of wat jullie wel weten, maar wat ik nu ga vertellen, wat jullie eigenlijk nog niet weten, maar toch weer wel, is dat daar bomen staan. Dat is de jungle. Een vierkante jungle in Minecraft. En de sterren komen al, zie je al. Nou, heel mooi allemaal. Maar ik wil het hebben over mijn internet. Want mijn internet zuigt verschrikkelijk hard. En waarom? Omdat de zon ondergaat. Achter iets raars. Wacht tot de zon onder is. Is de zon onder? Nee, er gaat niet weg. Nee, de zon is onder. Bijna. Nog een paar pixels licht. De zon is nu bijna onder. Het is zo goed als. Nu is het zo goed als onder. We gaan het hebben over het internet. Het internet zuigt. Mijn internet zuigt nog veel harder. Even kijken of hier niet iets van verschillende dieren komen. Mijn internet zuigt hard omdat het gewoon een homo is. En die houdt graag van lullen. En daar zuigt hij graag aan. Maar dat is niet de reden. Want, ik kom nu even serieus. Ja, ik zeg dat ook weer fout. Even serieus, straight to the point. Het internet was met PD de highest recorder, zoals jullie waarschijnlijk al mee hebben gekregen, niet zo goed. Ik kon niet connecten met de server en al die shenanigans. Dus, dat was heel stom. Nu hebben we dus provider gebeld, KPN, van god, er zijn problemen met internet. Nou, hebben ze van frequentie 11, die overbelast bleek te zijn, naar frequentie 3 te gezet, onze box. Maar, dat was voor een halve dag goed, want nu zuigt het nog harder dan eerst. Ik probeer op het internet van de buren, daar mag ik op zitten, daar probeer ik het meeste mee. Maar dat zuigt op het moment ook keihard, terwijl ze bij een andere provider zitten. Ik snap er geen kut van en ik val nu dood bijna. Vanaf die hoogte ongeveer, dat was erg handig. Eens even kijken hoeveel levens heb ik. Ik heb genoeg. Sta ik misschien op peaceful? Dat was niet mijn bedoeling. Sta ik misschien op peaceful? Dat doe ik. Maar dat laat ik nog maar even op peaceful staan totdat het weer dag is. Maar goed. Het internet zuigt dus. Ik kan niet uploaden. Hopelijk kan ik dit nog zo snel mogelijk uploaden. Zodat even tussendoor snel. Dat hoop ik. Maar goed. Ik kan niks beloven helaas. Dat is echt jammer van dit vak. Want jullie weten het nu nog niet, wanneer ik dit aan het recorden ben. Maar wanneer jullie het zien, weet je het wel. En dan zou het misschien al kunnen zijn dat het probleem is opgelost. Maar dan zou ik deze video ook niet meer uploaden. Dus dat maakt totaal geen sens. It doesn't make any sense. That's what she said. Dat is niet een what she said moment, maar zij kan het wel zijn. Oftewel, kut. We gaan hier in een hoekje staan, vriendloos. Wezen. En nu schrijven we daar naar het water. Dus het is nogal vervelend allemaal. Misschien nu jullie Minecraft zien, denk je van oh, doe Minecraft rustig, maar daar is aan gedacht. En misschien doen we wel Minecraft ik in mijn eentje of zo. Of een multiplayer met Tom en Reinhold. Zou ook nog kunnen met z'n drieën. Dat is echt helemaal hoe wij het willen. Is het dan maar zo. Dat maakt verder niet uit. Ja, dat was ongeveer de update video. Daar zie je de maan. Ook een vierkante maan. En dan gaan we nu onder water. Oh man, ik kon echt niet allemaal daar. Maar goed. Dit was voor nu de update video. Dus we moeten omhoog en als het plaats zal jullie te zien krijgen.
dus internet zuigt. Ik ga nog een keer bellen van het zit zo en zo en zo. En neuken. En dat soort dingen. Maar dat kan pas als die... Ik weet niet wanneer dat pas kan. Dat kan al lang. Voor de rest, like deze video alsjeblieft. Dat waarderen we echt. Just like. Voor de rest wil ik jullie bedanken voor het kijken. Ja, als je hem leuk vond, interessant, leerzaam, weet ik het allemaal wat. Voeg deze video dan toe aan je favorieten. Abonneer voor meer. En beter natuurlijk, want doordat jullie abonneren en de video liken, ja, dan raken wij gemotiveerd. En dan willen we wel langere video's maken en beter. Komt de kwaliteit beter, daar verstaan we onder, dan zijn we gepusht. Dan voelen we ons niet gedwongen, maar dan doen we het ergens voor, dan doen we het ergens voor en dan willen we er ook geld aan uitgeven. Dus dan kunnen we bijvoorbeeld renderprogramma's kopen of zo, of weet ik veel wat. Betere. Ik weet het niet. Bijvoorbeeld iets waardoor het internet beter gaat voor mij. Dat bijvoorbeeld. Maar goed, tot zover die stomme update. Nou, stom is het niet, maar abonneer voor meer en tot de volgende keer.